Fuck off. Alsof iemand mijn kleding verschoof. Gewoon zo. Ik slik mijn kanus. Maat, wat de fuck, gek. Jongens. Het zou wel leuk voor jou zijn als het alarm afgaat. Ja, dat moet wel rennen, jongen. Eerste keer voor me, hoor. Jullie zijn er al een beetje weer, gewoon. Jongens, vandaag zijn we op een gloednieuwe locatie. We zijn in een verlaten ziekenhuis in België. De spullen staan nog. Ze man doet een random squat. Karel, wat ben je aan het doen? Jongens, we gaan weer gozen vandaag in een verlaten ziekenhuis. Groot verlaten ziekenhuis ook. Deze locatie is echt immens. Ik hoop niet dat de alarm afgaat, want dan zijn we wel echt de sjaak. Maar we gaan het allemaal zien, jongen. Het zou wel leuk voor jou zijn als het alarm afgaat. Ja, moeten we rennen, jongen. De eerste keer voor me, hè? Politie komt. Hielen. Blijf rennen. Hielen. Jongens, we moeten natuurlijk wel in stijl hier zijn. Ik heb zojuist handschoenen gevonden. Dus dat is helemaal top. Zo precies bij maat. Kijken wat we hier nog meer kunnen vinden. Insane. Zeker op het geestelijk. Allemaal door je baby's hier. Het is even rustig. Schok je? Nee hoor. Zoals Karel al verteld heeft, zijn we vandaag aangekomen bij een rusthuis. In 1974 opende dit gebouw zijn deuren, met plaats voor zo'n 150 bejaarden. Dit was het voormalige gebouw van het ziekenhuis wat hier nabij gelegen stond. En op dit terrein zit ook nog een begraafplaats, waarvan de overledenen van het rusthuis uiteindelijk daar echt hun rust vonden. Check dit. Wat ligt hier? Wat? Het ziet er niet goed uit. Karel. Dit moet je echt zien, ouwe. Kijk wat ik vind. Het is vies, man. Ja, maar dat is iemand baarmoeder, ouwe. Weet je wat je echt ziet? Dat is iemand baarmoeder. Dat is die moederkoek. Dat is die moederkoek. Bro, jij zal nog eten, volgens mij. Hoezo? Ja, mijn zus zegt, wat doe je? Niet vergeten, Jessica. De ondernemingsraad stemt u geldig achter de naam Maximum 8 bedienen. Wow, ik schrok echt, hè? Ik hoor het al. Ik wil die camera zien. Ja, en terecht. Bro, je moet er nog aan het poppen hier. Waarom geniet jij ervan? Nee, ik geniet niet. Echt eens. Maar niet. Alarminstallatie. Ja. Dus die deur moeten we sowieso niet doen. Maar ik denk dus dat de code 000 is. Probeer het? Ja, doe maar. Ik ben alvast 1, 2, 3, 4. Ik ben alvast bij de uitgang. Bij de auto zeker. Ja, precies. We zijn nu momenteel op de eerste verdieping. Kijken of hier geen stil alarm is, want we hebben zojuist stil alarm gezien. Of tenminste alarm. Als we iets horen, dan zijn we misschien wel de sjaak. Dat is wel bewegingssensor. Toch? Maar ja, belangrijk. Dat is bewegingssensor 100. Weet je dat het 100% bewegingssensor is? Ja. Helemaal nergens meer licht in dit gebouw. Hier brandt letterlijk een lamp. What the fuck? Ik zie het inderdaad in de bespiegeling. Ik ben al gelopen hoor, dus we zijn al de lul af. Oké, let's go. Wat loopt hier gewoon af? Gewoon een random. Huh? De een lamp uit. Zie je daar nog een groen lamp aan het einde? Bro. Hier ligt zo'n pop. Wat? Er ligt een matras. Zie je? Wat is er? Ik voel er iets achter. Hè? Ik hoor iets achter. Hè? Hier achter mij zie je de lamp wat Karel bedoelde. Zoals je kan zien is er nog gewoon stroom in dit gebouw. En dit kan dus aanduiden dat hier ook nog een alarminstallatie zit. Wij vonden wat couveuses wat gebruikt werd voor zieke of vroeggeboren baby's. Maar spontaan, na het filmen van dit shot, vonden wij dit. Hier ligt een bewijszakje van de politie. Gelukkig heb je handschoen aan. Ja, daarom. What the fuck? Wat? Daar ging een lamp buiten uit. Daar ging een lamp buiten uit. 100%. 100%. Kunnen die mensen daar staan? Kijk eens deze kant op. Durf ik niet te zeggen. Maar ik zie ze niet. Middelste balkon. Oh, die gewoon niet. Ja. Ik zie nog wat wit aan daar.
Dit gebied is gewoon voor politietrainingen. Zijn dat kogelgaten? Ja, bro. Nee, maar ze gebruiken losse flodders, kijk. Ze gebruiken die flodders toch? Maar hier schieten ze wel. Misschien ooit geweest, maar niet meer hoor. Nee, dat moest echt... Het verpatronen. Anders was het veel beter bij het midden. Hier nog eentje, kijk. Nog eentje. Overal op deze locaties waren kaarten verspreid van de bewoners die hier gewoond hebben. Met ieder zijn eigen verhaal. Waaronder deze man. Deze man is slechts 1 jaar in het rusthuis geweest. Het jarenlange werk in de metaalsector had zijn sporen nagelaten. Verder had deze man nog zichzelf op kunnen werken tot veiligheidscoördinator. Want veiligheid voor iedereen, dat is waarvoor deze man stond. Ook had deze man een andere passie. Het kijken naar Gina Lollobrigida. Maar zijn vrouw had het liever anders gezien. Deze beste man is hier overleden in 2005. Oké, jongens, waar we momenteel nu zijn, de tweede verdieping. Maar ring, wat is hier groot? Het is hier echt groot. En het voelt ook zo warm hier zo. Het is echt heel apart. Stil is, stil is. Ik hoor dat verschijnen. Het is kapot. Er staan maar die beentjes erin. We zitten vandaag op het rusthuis toch? Ik schrok daar tering hard van, ouwe. Ik zweer het. Ik toon deze dingen. Ja, maar opeens zat dat in mijn haar toch? Ik dacht gewoon, wat de fuck is dat? Ja, nee. Nee. Ik probeer me groot te houden hier. Bye, bro. I got this shit. Hey, hij is boven. Nou. Kut, Karel. Als je dit terugluistert in de edit, je bent echt kut. Je had gewoon die camera moeten aanpakken. Ik hoor alles wat hij zegt. Ja. Kan je eerst naar buiten? Hier kan je naar buiten. Ja, maar dan moet je de deur open. Ja, maar je hoeft niet per se naar boven hoor. Als deze deur niet open gaat, is het nutloos voor Marker. Daar zat toch geen alarm op zitten? Maar waarom zit hier alles aan? Gaan we het doen of nee? De deur openen. Nee. Dood. Marker wil het heel graag. Oh, nasty man. Wat zijn dat? Vliegjes. Gadverdamme gek. Vandaag gaan we geen rust hebben hier. Want we zijn vandaag in de rusthuis. Dus wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag hier lekker ghost hunten. Met... Oh, dat kan ik niet zeggen. Bro, wat doe jij? Vakantie nodig hebt. Exposed. Live, als je vakantie nodig hebt, je kan gewoon hier zijn. Hier is het rusthuis voor jou, man. Je zegt eerst. En daarna wil je hem hier stoppen in de rusthuis. Dat is met jou? Bro, geen probleem, man. Wit live. Ja, laten we gaan. Godverdomme. Hier ligt een bed. Het is overal waar een bed staat. Het is er, maat. Ik dacht, je moet lopen daar. Ik hoop het niet. Maar je gaat even koekloeren, aangezien je in bed staat en het nog relatief intact is. Ja, dit niet meer. Sorry, Karel, ik weet niet meer. Twee klikken. Ja, deze twee doen ze gek. Misschien zit er nog wel bedwans op. Zullen we kijken? Kom, dan gaan we even kijken. Maat, jij bent zo vies al. Maar jij hebt alles gedaan. Oude jongens, laten we even gaan koekeren. Wat is er, bro? Wat is er? Oh my days. Wat is er, bro? Vertel. Bro, ga kijken. Ik slik mijn kanus. Oh my days, kijk, ga. Maat, what the fuck, gek. Jongens. Holy shit, ouwe. Holy, dit is toch eng. Waarom zou je dit doen, ouwe? Dit is toch eng. Ik slik me de pleur. Wat de fuck? Een moment dat je een seconde alleen gaat doen. Maat, ik ga even alleen. Dit is echt iets voor jou om neer te leggen, maat. Ik maak geen grap. Dit is echt iets voor Kauw. Ik zweer. Nee, dat is niet waar. Zie je, jij laat mij niet grote wijken. Gelukkig is niet echt iemand te houden. Fuck jou, oh mijn god. Ik schrok dom echt. Ik ga even alleen, hè. En ik zie dit. Fuck jou. Wat heb je geleerd?
ga nooit alleen naar verlaten plekken. Oh, die met z'n tweeën, want met z'n tweeën is ook eng dit, man. Ik zeg je eerlijk. Maar stel voor je bent hier helemaal alleen en je ziet dit. Ik zou rennen. Dit is wel een goede locatie misschien. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Ik zou even een hartverzakje gehad, joh. Nee, laat me kapot kijken. Oké, jongens, schrik moment van de avond hebben we ook weer gehad. Hier zie je nog even in slow motion. Oh nee, wacht, want wat had hij in beeld? Want je liep alleen! Ah, dat is toch. Hij stinkt hier echt mokertje hard aan. Besef hij dat iemand gewoon misschien op die stoel heeft gezeten, alles heeft ondergescheten. Hoe deed dat? Vies. Kijk hem uit. Slijf. Ja, dat is heftig, ja. Zo. Ja, die lucht zijn heftig, hoor. Zo, in jouw lucht in die kamer, hè. Heb je zo flink op het snuiven? Zandbak. Hey. Bro, ik weet wat ze hebben gedaan. Het is een poederblusser. Ze hebben dat ding helemaal leeg gebracht hier zo. Je bent echt mijn rol. Je hebt het ook, man. Ja, avatar, jongen, waar ben jij? Kijk deze man. Eigen rookeffect heeft hij gemaakt. We zijn er nu. Kijk, die ding hier gaat het. Boys zijn van de locatie. Ja, man, heel sick. We hebben zojuist echt iets meegemaakt. Dat je echt denkt van what the fuck, gewoon. Het staat ook op beeld natuurlijk. Ja, mooi. Die het soort lijkt toch? Ja, lijkt. Juist. Ja, dat was echt sick. Maar dat is wel, ja, dat is wel een hele grote locatie. En eigenlijk is ook, ja, ook huis eigenlijk bijna hetzelfde. Elk huis, elke kamer inderdaad. Ja. En we hebben wel een ghost hunt verdieping gevonden. Dus daar gaan we straks heen. Wat was verdieping? 4. Daar gaan we straks heen. We gaan beginnen met ghost hunten. En dan nemen we jullie mee. Bordje. Wakkoorden, maat. Ketje, wakkoorden. Huh? Wow. Je doet 30 keer pompen en dan moet je 1 keer ademen. Ja, maar dat ga ik echt niet doen, man. Okay, ja, okay. We zijn aangekomen in een aparte ruimte. Volgens mij bij de personeelszaal of überhaupt bij een kleine zaal. Boven, zoals jullie misschien hebben kunnen zien, heeft Karel zojuist bijna moeten barven daar zo. Maar maakt allemaal niet uit. We gaan hier zo beneden aan de trap gaan wij een rempel plaatsen. Die hebben we momenteel al geplaatst en gaan we kijken of wij activiteiten kunnen waarnemen. Jongens, laten we onszelf even voorstellen. Ik ben Dylan. Ik ben Karel. Ik ben Marco. En vandaag gaan we hier ghost hunten. We zijn hier uit alle respect. We willen niets kapot maken. We willen ook alleen even een bezoekje plegen. En we willen gaan kijken of hier nog activiteiten waar te nemen zijn. Volgens onze lijfkijkers zijn hier onderaan de trap activiteiten waar te nemen. Dus we gaan hier beginnen. Juist, dus we hebben zojuist al de rempel neergezet om te kijken of wij contact kunnen krijgen. Maar die is momenteel nog niet afgegaan. Dat heb ik pas net neergezet. Dus is er maar iemand aanwezig die met ons wil praten, die wat kwijt wil? Dat kan je laten weten via de rempel, dat is het rode lampje. Je kan ook het kattenballetje aanraken. Die ligt op tafel daarachter. Ik heb gehoord dat je een paar weken geleden ook met iemand hier contact hebt gehad, als je hier nog bent. Zou je met ons ook willen praten? Zou je misschien het lampje voor ons uit willen raken, alsjeblieft? Hoor je ook eens die tik, Marco? Ja, hoor je dat niet? Die bonk? Nee. Ik wel, maat. Willen jullie dat we weggaan? Wil je dan een rempel aanraken? Oké, jongens, we hebben hier even een paar vragen gesteld en geen antwoord, jammer genoeg. We gaan nu even naar een andere locatie, naar kamer 136 gaan we op zoek. Want daar was een gevoel bij. Dus als jullie ook een keer mee willen gaan met ghost hunten via TikTok, kan dat. Ja, mensen, even de setup klaarzetten. En dan gaan we weer ghost hunten. Gaan we even vragen stellen. Misschien pakken we de spiritbox er even bij. Sowieso ook wel een box bij, is gewoon altijd tof. Ik heb moeite met de GoPro. Jongens, we zijn aangekomen bij iemands kamer. En we hebben de rempot neergeplaatst. Bij de pop. Ja, pop eigenlijk. Marco zag in één keer de ding liggen. En dacht in één keer van, what the fuck. En dus hij schokte ervan. Ik strik me kanus. Toen ging hij eventjes ons halen. Natuurlijk snap ik dat wel. Dat was echt even bang. Of niet, Karel? Ja, hij schrok zich kapot. Maar het snap ik wel. Het lijkt alsof we aan lijken hebben bij het lichten.
letterlijk. Dan schrik je wel even. Maar staat ook aan de overkant van mijn grap en hij op deze kamer alleen in. En als je er binnen lijkt ligt, ja, dan denk je ook wel van, oh, dat dag. Ja, dat is wel echt insane inderdaad. Dus wij gaan nu kijken of we contact kunnen krijgen met de overledenen die in het rusthuis hebben gezeten. En het zou kunnen zijn dat we hier contact kunnen krijgen. Het zou wel lijp zijn, maar dat zien we zo dadelijk pas. Zo, dat is goed. Heftig, maat. Oké, als jullie staan en dan weet je weer gewoon. Zoals jullie kunnen horen gaat hier het alarm af. Wij wisten niet hoe snel mogelijk wij weg hier moesten gaan. Dus wij pakten onze spullen in en probeerden naar de uitgang te rennen. Moet hier weer weg. Het alarm gaat af. Dus ik moet hier even snel loes ouwe. Oh, shit. Denk het wel, bro. Hey bro, bro, luister. Alles gaat mee. Alles gooit weg uit die tas. Wacht op. Je hoort nu een alarm, jongens. Ik hoop dat je het op beeld hoort. Moet wel. Moet zo snel mogelijk los. Moet zo snel mogelijk. Na een klein stukje gelopen te hebben, bespraken we ons masterplan. Hey, dit zijn gewoon wandelaars, zeg. Ja, klopt. In het donker. We associëren onszelf als wandelaars die in het donker lopen. Zonder zaklamp. Maar wel met camera-equipment. Als de politie zou komen en wij dit verhaal vertellen, zijn we geheid de Sjaak. Want ze geloven ons toch niet. We staan nu een beetje op een afstand te kijken. Ik zie nog geen auto rijden of wat dan ook, maar het was wel echt hard alarm, ouwe. We zaten zo rustig in die kamer, lekker te ja, chillen. Bam, alarm gaat af. Ja man, nu staan we een beetje op een dubieuze beslissing. Gaan we nou terug of gaan we dan niet terug? We kwamen erachter dat een van onze spullen nog op deze locatie lagen. Dus ik vond het mooi om Karel de optie te geven of we nou wel teruggaan of niet teruggaan in deze locatie om onze spullen te gaan zoeken. Ik laat de keuze aan jou over. Ik weet echt niet, ouwe. Waarom moet ik nou weer die keuze maken? Ja, als we terug gaan worden gepakt, dan ben ik dus in mijn schuld. Ja. Ja. Ah, precies. Zie je? Het is ook gewoon geen onmogelijkheid dat het niet zo is. Ik ben gewoon gelijk fucked. Als het alarm hebben uitgeschakeld, dan hebben ze het alarm uitgeschakeld. Gaat het niet meer af? Jawel. Oh. Nog een kwartier later zijn we in het gebouw. We gaan heel op af en toe, als het alarm weer afgaat, gaan we gewoon weer dikke loes zoeken. Maar dan blijven we wel weg. Dan ja, we wel dan weg. Wel. Twee keer scheepsrecht. We waren nog niet satisfied. Gaan we nog even terug. We gaan nu het balletje halen die we misschien kwijt zijn. Even kijken bij de inkamer. En dan gaan we even kijken over wat bij de confeuse. Vond je hem hier gewoon mee gaan? Ja, mooi. Zou vrij zijn dat hier gewoon afgegaan? Zou wel weggaan. Het zou leuk zijn. Ik ben blij dat we onze apparatuur hebben. We gaan even kijken bij de confeuse bedjes. Of daar misschien wat kunnen waarnemen. Nee, nee, prijs. Nee, nee, nee. Ja, hou me nog bij. Lijkt misschien. Ja, je weet wat je doet. Kan je even vertellen wat er mis is met deze rolstoel, Karel? Volgens een TikTok-kijker stond deze stoel daar. Waren ze hier een beetje aan het rondkijken, want zij is hier ook geweest. En toen kwamen ze terug en dat was de stoel dus omgedraaid. Misschien zit hij wel in. Jongens, ik zal maar zeggen. Laten we de rempel erin plaatsen. En dan kijken of we iets kwijt kunnen nemen op de stoel. Dus, ben je klaar voor, Marco? Ik ben er zeker klaar voor. Let's go. Mooi. Jongens, Karel gaat de SM-methode doen en wat houdt het dus eigenlijk in? Hij heeft dus een koptelefoon op en een blinddoekop. En hij hoort via een apparaatje bepaalde antwoorden op onze vragen. Hij hoort de vragen niet. Dat is het eigenlijk. Ja. Heel simpel. Dus wij gaan nu vragen stellen en Karel gaat ze onbewust antwoorden. Ik dacht nu al wat horen, dus waarschijnlijk zitten we raak. Let's go, let's go. Is iets of iemand hier aanwezig met ons? Momenteel kan je gewoon communiceren, je kan met ons praten. We kunnen je horen, maar niet zien. Kan misschien even je naam zeggen? Bent u hier overleden? Bent u misschien een kindje? Zou je aan ons bekend kunnen maken dat je hier met ons aanwezig bent, alsjeblieft? Nadat we vele vragen hebben gesteld en geen antwoorden hebben gekregen, was Dylan aan de beurt. Soms heb je dat de ene niks hoort en de andere weer wel wat. Dus nu ga ik vragen stellen en zit Dylan met de blinde op. Hij hoort me niet. Als hij me wel hoort, Dylan. Ik ga nu op je tenen stampen. 3, 2, 1. Nee, hou op niet. We gaan beginnen. Is hier iemand aanwezig? Kan je jezelf kenbaar maken via Dylan? Als die jongen die op de stoel zit met de blinddoek. Roep hard naar hem toe iets. En zo weten dat je er bent, dat je wil praten. En dan kunnen we een gesprek met je volgen. Dus roep maar even iets naar Dylan toe. Je hoeft niet bang te zijn om met ons te praten.
Je mag onze energie daar ook voor gebruiken. Dylan zit klaar voor je. Dat klinkt verkeerd en Marco begon ook gelijk te lachen. Hij zit nog steeds klaar voor je. Ben jij in het ziekenhuis hier? Ik kan ook even mijn apparatuur aanraken. The fuck al? Het lijkt alsof er hier iemand aan zat ofzo. Wij zitten, zoals je ziet, ver van je af. The fuck, gek. Vaag. Hoe voelde het? Alsof iemand mijn kleding verschoof. Gewoon zo. Ik filmde je wel op dat moment, dus misschien kan ik het op beeld terugzien of het echt gebeurde. The fuck al? Vooral gewoon hier zo in mijn nek. Lijp. Let's go. Misschien probeer je in de buurt van je te komen. Ja, maar niet zo erg in de buurt, niet in mij. Hij zit klaar, zei het toch? Wel een beetje gepast afstand. Ik zei dat je voor hem klaar zat, dus. Dus, als jij dat was, kan je dan Dylan nog een keer aanraken. Op zijn haren. Ga maar met zijn haartjes spelen. Raak zijn haren maar. Maat, bro, ik zweer je. Waarom moest je deze zetten, bro? Waarom? Op zo heftig in trance. Waarom moest je die zetten? Hoe schrok jij de eerste keer niet? Gewoon rustig je dingetje af en de tweede keer het is zo heftig. Ja, maar net zo'n grote tjoeter zitten. Het is de eerste, tweede keer. Ja, maar luister. Hij had verwacht dat je hetzelfde doet. Toch gewoon weer zo van, er zit iemand aan mijn haar of zo. Je gaat niet opeens paralijp in het leren maken. Ja, ik moet even kijken wat er aan de hand was, toch? deed jij dat ook niet net? Gewoon nee. Hij stond bij, dat weet ik echt niet. Ja, hij was rustig aan het lopen. Toen flipte hij hem gelijk op. Ja, inderdaad, om het gevoel in mijn huid toch gewoon in één keer zo. Sorry, maar we gaan niet meer doen. Maar hij deed zo, ik kon niks doen. Ik kon niks tegen doen. Ik kon niet tegenhouden. Hij is twee keer mijn breedte. Ik kan niet tegenhouden. Als iemand zo erg gefocust is, ja, dan is het gewoon ruk. Yeah. Want ik was echt diep in trance gewoon, toch? Sabel zegt, gast dacht, hij werd weggezet naar hemel. Ja, bro. Dus door deze mensen, jongen, hier. Ja, dat is wel leed voor maken, maar... Rut dacht, ik ga mijn belasting niet betalen. Hey, luister, nee, jullie chat is echt erg, ik zweer het je. Ik ga mijn belasting niet betalen, joh. Ja. Als jij hier zit en er wordt gekloot, bij de eerste keer denk je van, oké, dit is legit, want jij stond letterlijk daar, toch? Dus ik denk van, als het nog een keer gebeurt, tuurlijk dat je dan in één keer gaat flippen. Yes. Maar, kijk, mijn hartslag is niet heftig of zo. Ik ben best wel chill nu. Maar het gaat eerder van... Het is gewoon, je voelt iets en je denkt van, what the fuck is dat toch? Dus je gaat zo voelen. Ja, je weet geen voelen. Ja, omdat ik zeker wist dat iets zou moeten zijn. Want het voelde gewoon net zoals daar, weet je. Ik had mijn hoofd ook al eens een keer tegen dat draad aangedaan. We zitten vandaag op het rusthuis toch? Jongens, even een grapje tussendoor moet soms kunnen. Sorry Dylan, alvast. Sorry, ook van Marco denk ik. Nee, hij heeft scheid. Maar hij zegt geen sorry, Hier, nog even één keer de clip hier. Oké. Maak geen grap hoor. Wat? Ik voel weer hier achter iets. Wij zitten hier nu, maat. Ik weet. Nee, ik weet. Maar hier, mijn haar. Ik werd weer aangeraakt aan mijn haar. Hier. Volgens mij ook helemaal leeg. Ja, sowieso. Maar hier, bro. Hier. Oké. En nu? Ga ik wel door, maar ja toch. Ik had net echt, ik had goede vragen gesteld. Hè? Ja, aanraken en zo. Hierna hebben we nog vele vragen gesteld, maar zonder succes. Dus nu was Marco aan de beurt en je kan natuurlijk al raden dat ze hem eventjes terug moesten pakken. We liepen deze ruimte uit en toen gebeurde er dit. Ah! The fuck? Kom, ah. Please. Ik kreeg kramp opeens. Oh mijn god, ik kreeg kramp. Focussen. En op een gegeven moment, mijn rechterbeen opeens knellen. Nee joh. En ik denk, de stoel is gekker daar. Die stoel heeft wat, ik zweer het. Hij knelde opeens, uit de niets. Had je door dat wegliepen? Ja. Ewa, jammer chat. Leuk geprobeerd, maar ben scherp.
scherp, ja, man. Wel krom. Dat is scherp, bro. Die is ook scherp, zeker. Ja, bro, tering, die krom was zo... Je gaat ook veel zien op beeld, weet je, dat ik op een gegeven moment... Nee, ik krijg niks, je hoort niks. Oh, ik vind het slecht, toch? Ja, wij ook niet. Wat ik wel vaak gemerkt heb, is de meest min onbekende plekken... hebben wij de meeste activiteiten meegemaakt. Ja, meestal. Want 1.8 Villa Mil, ja, ergens midden in de bossen. Niet echt een bekende plek, nog nooit van gehoord. Activiteiten meegemaakt. Ja, zeker, man, zeker. Het Hekshuisje, nog nooit een video van online gezien. Echt veel activiteiten meegemaakt. Die staat vandaar online. Ja. Het verschilt wel. Het verschilt per plek, dus. Maar dit is denk ik wel een plek waar mensen die hier in de buurt wonen... wat sneller naartoe gaan. Om te verkennen, toch? Dat zo'n flat, als jij in de buurt woont, dan ga je sowieso kijken. Dat deden wij ook bij dat verlaten gebouw toen de tijd. Dus dan zeggen ze al dat meest dat geesten zo misschien wat sneller los gaan. Wat ik denk, misschien dat voor mij die Melly, volgens mij van de lightchat, heeft misschien wel gelijk dat baby die gaan gewoon gelijk door naar het licht. Ja, maar dat had een abortusplek, maar dat betekent niet dat er niet andere mensen dood zijn gegaan, want dat was ook een ziekenhuis. Dat was ook een ziekenhuis. Maar misschien dat dode mensen hun rust kwamen vinden hier en gewoon lekker hun licht. Dat wel. Gevonden, weet je. Sowieso, ten eerste al een zieke locatie, dat ten eerste. En ten tweede, kijk. Je ziet ook letterlijk overal bordjes hangen met die en die en die persoon is overleden op die tijdstip, tussen die datum. Want het was dus, ook een rustplek. Ja. Dit is inderdaad een rusthuis. Dus het is een rusthuis en nog eens een abortusplek toen de tijd. Dus eigenlijk heeft het meerdere functies gehad. Maar eigenlijk hebben we gedurende de avond helemaal niks nog kunnen waarnemen. Nee. Ja, jij bent voor je gevoel aangeraakt. Ja, dat niet is waar. Alleen door Marco. Dat klopt, hier zo inderdaad. Mijn ja, en graad. De tweede keer haar waren we ook niet. Klopt, hier precies achter, maar dat was echt... Als ik iemand dit deed, was het dit. Ja, en dat waren wij ook niet, want je zag hoe ver wij van je afstonden. Ja, dat klopt dus, inderdaad. En dat zie je straks op beelden wij niet waren. Dus jongens, al gebeurt er qua ghost activiteit helemaal niks op de locatie. Wij zorgen altijd dat het een leuke video wordt. We laten gewoon de alarm afgaan. Ja, dat hebben we zelf gedaan gewoon. En dankzij onze kijkers hebben we een mooie prank kunnen doen op Dylan, hè? Ja, dat was wel gek, man. Ik was niet per se geschrokken. Natuurlijk was op dat moment geschrokken, dat wel. Maar het is niet dat mijn hartslag hard ging of zo. Dat viel me heel hartstikke mee. Het was niet dat ik dacht van, wow, yo, ik moet elk moment, elke seconde weg hier. Maar iedereen is geschrokken. Marco schrok bij het bed sowieso. Zo, oh my days. Bed? Dat heb je ook op beeld gezien. Dylan is hard geschrokken door Marco. En ik ben samen met de rest geschrokken door het alarm. Ja, het is een beetje getrokken toen. Ja, man, het was een sikke locatie gewoon. Elke locatie is natuurlijk ook weer origineel en ook weer anders. Kijk, zoals nu. Weet je, je hebt het kunnen zien natuurlijk. We liepen een gang binnen zo en letterlijk de lampen staan nog aan. De installatie is er nog. Terwijl je wel ziet dat het echt een hele oude installatie is. Ja. Dus het staat wel echt een tijd stil, zeg maar. Maar zoals je ook zei. Er werden hier zo training gehouden, de politie ook. We gaan inpakken naar huis, 5 uur, we moeten dan zeker 2 uur rijden. Tussen 5 en 7 ga je wel spits tegenkomen. Ja, dat moet snel. Dus we gaan afsluiten. Jongens, vond je deze video nou leuk? Doe eventjes een blauw duimpje omhoog. Blauw duimpje, kijk eens. Letterlijk. Vergeet dan zeker niet te abonneren hier beneden. En te reageren. En voor alle trouwe TikTok-kijkers van vanavond, wil je een keer mee? Laat het hier beneden ook even weten of stuur ons even een berichtje. Misschien gaan we ook met jullie. Dan gaan we jullie weer zien bij een gloednieuwe video. Bye. Peace. Adios, amigos.